Dus dat is zo mooi als ik dan diep in de nacht in de Zanzibar sta en zegt die schelen tegen mij, krijg jij nou het gezeik met dat soort geintjes, Joepie? En dan zeg ik, nee schelen, dat krijg ik niet. Worden mensen nooit boos? Ik zeg, nou, laatst heb ik het één keer gehad dat mensen boos werden. Ik moet het even uitleggen. Ik schrijf één keer per week een kolompje in NRC Handelsblad. Dat doe ik al jaren. En toen heb ik laatst ontzettend gezeik gehad met de lezers, want die waren heel boos op me. Want ik had een of ander grapje gemaakt, een stukje geschreven over Kees van der Staaij. Die kent u wel, hè? Kees van der Staaij. Nou, ik zal eerst even zeggen wat Kees van der Staaij gedaan had. Die had een stuk geschreven in de Wall Street Journal. En dat vond ik een beetje raar. Iets over euthanasie en dat wilde hij kwijt. En toen schreef hij dat in de Wall Street Journal. Ik denk, nou, dan ben je knap in de bar. Als je nou Nederlandse politicus bent en je wil wat kwijt, dan bel je de Telegraaf of je belt het AD of je belt Matthijs of Humberto als hij thuis is. Weet ik veel, maar je belt iemand en dan zeg je, ik wil iets kwijt over euthanasie. Maar hij had de Wall Street Journal gebeld. Nou goed. En wat had hij geschreven over euthanasie? Nou, hij deed alsof het in Nederland geregeld werd door Satudara. Ongeveer. Alsof die dokters echt zo het ziekenhuis binnenkomen en zeggen, waar is oma? Weet je, echt zoiets. Nou goed, en wij weten allemaal hier in Nederland, de euthanasie is goed geregeld. En dat gaat allemaal heel erg humaan. He, als je dood wil, dan moet je eerst een formulier invullen. En je partner moet een formulier invullen. En de kinderen moeten een formulier invullen. En de buren moeten een formulier invullen. En de hond moet zijn poot erop zetten. En de viooltjes in de tuin moeten meeknikken. De meeste mensen overlijden tijdens het invullen van het formulier. Je haalt het vaak helemaal niet. Nou. Maar die Kees van der Staaij die had een hele andere voorstelling van zaken. Nou goed, toen had ik een stukje in de NRC geschreven, gewoon een klein grapje. Dat er was een zogenaamde Amerikaan naar mij toegekomen. Die had gezegd, wie is die Kees van der Staaij uit de Wall Street Journal? Zeg, ja, dat is bij ons een politicus. En die is niet helemaal lekker, maar die wordt binnenkort afgespoten. En vond ik geestig, vond ik humor. Ik dacht gewoon even een ontbijtkoekje van eigen deeg, zou ik maar zeggen. En dat had ik er meteen bijgeschreven dat zijn vrouw, mevrouw van der Staaij, daar heel blij mee was. Omdat ze dan eindelijk tijd had voor de minnaar die ze via Second Love had leren kennen. Omdat die Kees, die loopt daar ook altijd over te zeiken. Over dat Second Love. Ja, je mag niet met je buurvrouw neuken. Nee, met wie dan wel, weet je, dat geloof. Nou. Over dat stukje van mij waren die lezers heel erg boos. Later kwam er ook een meneer naar me toe en zei, ja, die Amerikaanse vriend van u, die bestaat helemaal niet. Ik zei, nee, God wel, weet je, dat gelul. Uiteindelijk kreeg ik nog een brief ergens van de Veluwe van een meneer. En die was vooral heel boos, omdat ik mevrouw van der Staaij een toyboy had gegeven. Dat vond hij heel erg, heel erg. En toen schreef hij letterlijk van, uw eigen vrouw moet ook maar eens genomen worden door een Nieuw-Zeelands rugbyteam na de Hakka. Dat vond ik een stevig fantasietje daar, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik stelde het aan mijn vrouw voor en die reageerde dol enthousiast, kan ik je zeggen. Hoewel ze met het Nederlandse waterpolo-team ook al dik tevreden was, maar... Nee, maar goed, weet je wat het aardig is? Bij dit soort relletjes, dat zei ik ook tegen die schelen, dit soort relletjes, dat is dan een soort even zo'n internetstormpje en dan waait het ook allemaal weer voorbij. Tot, even kijken, vorige week donderdag, er kwam er opeens bij mij in de bus, viel er een kaartje. Ouderwets via post.nl, zou ik maar zeggen. En op dat kaartje, daar stond zo'n lipstickmondje. En je hebt lipstickmondjes en lipstickmondjes, maar dit was echt wauw. En stond er zo'n heel sierlijk meisjeshandschrift stond erboven. Dankjewel, lieve Joepie. Jij snapt mij tenminste. Ondertekend mevrouw van der Staaij. Maar zo blij. Zo blij. Zo blij. Oh, en nu bellen we elke dag met elkaar. En dan zegt de Heer. Ik had er net vlak voor de voorstelling, had ik er nog aan de telefoon. En toen zei ik tegen de God, het hele verhaal heb ik nu meegenomen in de oudejaarsconferentie. Ik zei, krijg je er geen gezeik mee? Ze zei, nee joh, hij mag toch geen tv kijken. Geweldig. Geweldig. Geweldig.